Binnen de Rooms-Katholieke gemeenschap is het vandaag Aswoensdag. Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende vastentijd, die loopt tot en met Stille Zaterdag, dit jaar op 30 maart. Van Aswoensdag tot het hoogfeest van Pasen zijn er 40 vastendagen waarbij de zondagen niet worden meegerekend. In de Sint-Petrus- en Paulus-basiliek zijn er vandaag meerdere diensten in verband met Aswoensdag. Ook zijn de leerlingen van de RK-scholen uit de omgeving naar de basiliek geweest voor het plaatsen van een kruis op het voorhoofd. Bisschop Karel Tjuni van Paramaribo zegt dat op Aswoensdag wij elkaar eraan herinneren dat we van stof zijn gemaakt en tot stof zullen wederkeren en dat ons verblijf op aarde tijdelijk is. Dit gebeurt door het laten plaatsen van een kruis van as op het voorhoofd. We gedenken dan hierbij dat het Joodse volk 40 jaar door de woestijn heeft moeten lopen om van de Egyptische slavernij te komen tot het land Kanaan, het land van vrijheid. En ook wij hebben een lang traject moeten afleggen en leggen een lang traject af. Van slavernij naar vrijheid. En het gaat door de woestijn, het gaat door moeilijkheden. En heel prominent in de 40 dagen tijd is dus, en vooral op Aswoensdag, is het kruis dat wij elkaar opleggen. Bisschop Tjuni zegt dat as een teken is van boetvaardigheid. Dat we erkennen dat we zondige mensen zijn en dat wij ons moeten herstellen. Pater Esta Ben Cross legt uit dat de as die gebruikt wordt om de kruisjes te tekenen op de voorhoofden van gelovigen, afkomstig is van de palmtakken die vorig jaar zijn gebruikt op Palmzondag. De palmtakken hebben een diepe boodschap omdat Jezus met palmtakken werd verwelkomd toen hij Jeruzalem binnenkwam. Pater Cross geeft aan dat het kruis dat met as wordt getekend op het voorhoofd verwijst naar het kruis van de Heer. Kruis van verlossing, kruis van vergeving, maar ook het kruis van de verrijzenis. En dat bij die as wordt dan ook gezegd van gedenk o mens, van stof ben je en tot stof ga je eens wederkeren. Of soms wordt er gezegd, gelooft, bekeert u en gelooft het evangelie. Woorden die dus eigenlijk allemaal samenhangen om te zeggen, het leven heeft gezelligheid, heeft, dat hoort erbij, carrière maken, je huis op, je leven opbouwen. Maar dat we nooit vergeten dat uiteindelijk alles van God komt en wij de band met God nooit mogen vergeten. En die vergankelijkheid. Cross zegt dat het Surinaams verleden een lastige is geweest. Toch kan een ieder nadenken over de vergankelijkheid. Hij roept de gemeenschap op om goede keuzes te maken en de eenheid te behouden. Vanaf vandaag beginnen veel mensen een periode van 40 dagen vasten ter herdenking van de offers die Jezus bracht en om zich meer te richten op gebed en het bestuderen van religieuze teksten. Gedurende deze tijd vermijden vele bepaalde genoegens, zoals het eten van vlees of zoetigheden. Dit alles met als doel om extra tijd en ruimte te creëren voor spirituele bezinning en verbondenheid met God.